Robert Dijkgraaf is directeur van het Amerikaanse Institute for Advanced Study. Ooit de thuisbasis van Albert Einstein. Dijkgraaf woont op het terrein van deze vrijplaats van de wetenschap. Hij neemt ons mee naar wetenschappers die hun leven wijden aan de wereld van morgen. Denkers, dromers, verkenners, zoekers. Hun kennis verspreidt zich over een wereldwijd netwerk. Als we al die kennis verbinden, wat gaat dat voor ons betekenen? Zijn wij dan het denkende deel van het universum? The mind of the universe? De natuur is één groot strijdtoneel. Het is eten of gegeten worden. We hebben bezit genomen van de aarde. We veroveren elkaars land en betwisten elkaars grondstoffen. Wat maakt de mens tot een succesvolle overwinnaar? Kennis en technologie. Of het nu gaat om de nieuwste wapens of het gevecht tegen bacteriën en virussen. De echte strijd wordt beslecht in de laboratoria. De wetenschapper is een veroveraar. We vinden het vanzelfsprekend dat er maar één soort mens is. Maar gedurende het langste deel van onze geschiedenis waren er meerdere soorten mens. Tot zo'n 24.000 jaar geleden leefden de moderne mens en de Neandertaler zelfs nog naast of misschien zelfs met elkaar. Jean-Jacques Hublin is professor menselijke evolutie. Een van zijn ontdekkingen is dat wij allemaal erfelijk materiaal van de Neandertalers bij ons dragen. De moderne mens en de Neandertaler hebben volgens Hublin op de een of andere manier met elkaar samengeleefd. Die Neandertaler is uitgestorven. Wij zijn de heersers van de aarde geworden. Of course, today we like to think on humans of the past with pink glasses. So we like to think on hunter-gatherers of the past, Neanderthals or early modern humans, as peaceful hunter-gatherers that lived in equilibrium with nature and did not overexploit the environment and were nice with others. I'm not so convinced that humans have ever been so good. I know that humans can be really terrible with others, especially others from a different group. And so you can love your family, your children, your friends, your neighbors, and kill other people who have a different language or a different kind of culture. Hublin doet onderzoek op een plek waarin de loop van tienduizenden jaren verschillende soorten mensen hebben geleefd. Hun geschiedenis ligt in lagen op elkaar gestapeld. Today we live in a world where there is only one kind of humans. We are what paleontologists and biologists call modern humans. And modern humans are a late version of a species that we call Homo sapiens. And today this is the only species of humans on Earth. But when we move back in time, it was almost never like that. So we're in week four right now, and we're going to prolong it two more weeks. So we have next week and then 2 weeks after that before we have to shut everything down. What is clear is that we had groups of humans in the past that were much more different one from the other than any kind of differences that you can see today between modern humans living in different parts of the world. Een van de archeologische sites waar Hublin onderzoek doet is het eeuwenoude Duitse dorpje Ranis. Het is een van de weinige plekken in Europa waar we nog resten kunnen vinden van die andere menssoort, de Neandertaler. This site is called Ranis. And actually this name of Ranis gave its name to a Paleolithic culture, Ranisian, that is similar to something found in UK, Netherlands,
Germany and even Poland. And this culture existed between something like 45,000 years ago and 40,000 years ago. And it's the moment when Neanderthals are being replaced by modern humans, and there's a variety of groups living in Europe in this time period. And what's interesting with these groups is that they, in terms of technology, they produce weapons and tools which are somehow intermediate between what the Neanderthals were making before and what modern humans are going to be making in what we call the Upper Paleolithic. So the big question about this transition period is whether we have Neanderthals who independently invented some kind of new techniques before modern humans moved into the area, or if there is some kind of cultural influence of modern humans on the local Neanderthals. Non-stop. And then as the report in the book, there comes a layer with fire pits and traces of fire. Mm-hmm. This should be the first in situ layer, and then it goes down. Yeah. And it's changing like Pleistocene sediments and medieval sediments. So the black is mostly with medieval mm-hmm. stuff. What's fascinating when one compares modern humans, Neanderthals, other hominins of a time period around, say, 100 to 50,000 years ago, that we see that all these hominins are sort of evolving in the same direction. They have bigger and bigger brains, and they have more and more complex behaviors, and probably they are sort of responding the same kind of pressure of selection. But something happened with one of these groups, our ancestors, that gradually made them, I would say, extremely successful as a species. And when we say successful for a species, it means that these species have a higher reproductive success than others. And so these humans start to replace all the others. So in this 4 millimeters mm-hmm. Screen, do you find bone fragments? A little bit, so here's one. The plan is that we're going to screen all the bone fragments that are unidentified in this size class, and that's potentially will resolve the question of who made what in this site. We have to remember that many other hominins, humans, existed on Earth, and they are not here anymore. And so that should maybe give us a certain level of modesty, or a maybe, you know, it's a sort of warning that we have to be careful, because species are mortal, and evolution is mostly about extinction. So it's nice that we have this level of consciousness that allow us to speak about it and to analyze a lot of things. But so let's be wise somehow. Carl Linnaeus gaf in 1758 de naam aan de moderne mens. Homo sapiens. De wijze mens. Maar zijn we wel zo wijs? Onze veroveringsdrift verandert de atmosfeer, al het leven om ons heen, de hele planeet. We leven in een nieuw geologisch tijdperk, het Anthropoceen. Het tijdperk waarin de mens de aarde naar zijn hand zet. Maar er zijn nog een paar hele sterke organismen die de strijd niet hebben opgegeven. Er zijn meer bacteriën op aarde dan sterren in het heelal. En nog eens 10 keer zoveel virussen. Die virussen planten zich voort in levende cellen. Ze zijn ons letterlijk al heel lang de baas, want ze kunnen extreem dodelijk zijn. Thank you.
Een virus is niet meer dan een heel klein pakketje erfelijk materiaal. Een vetballetje eigenlijk, waar eiwitten uitsteken, waarmee hechting aan de cellen van de gastheer kan gebeuren. En wanneer dat virus binnendringt, dan komt het erfelijk materiaal eruit wat erin zit. En dat gaat zich vermenigvuldigen. Dat is alles wat een virus is. Die virussen zijn ongeveer 100 nanometer. Dus dat houdt in dat er 10.000 naast elkaar op een millimeter kunnen. Ja, wat boeiend is natuurlijk dat zoiets kleins, zoiets groots als een olifant, kan neerhalen. Ron Fouché is hoogleraar in moleculaire virologie en probeert die dodelijke virussen onder controle te krijgen. Zijn groep is verwikkeld in een constante wapenwedloop met de natuur. Alle griepvirussen die we zien, vogelgriep in pluimvee, varkensgriep, mensengriep, komt oorspronkelijk allemaal uit wilde vogels. Wilde vogels die vormen het reservoir van griepvirussen. En dan moet je eigenlijk gaan begrijpen is hoe die virussen evolueren in wilde vogels. Want je ziet dat sommige van die virussen kunnen wel overspringen naar pluimvee, sommige van die virussen kunnen wel overspringen naar varkens, maar andere niet. Hey, goedemorgen, Toon. Hoe is ie? Dat is een tijd geleden. Hartstikke goed. Met jou ook? Ja, prima. Oké. Leuk dat je er bent. Zo'n geïnfecteerde wilde vogel die scheidt het virus maar 5 dagen uit via de poep. En dus je moet heel veel vogels vangen om al die virussen in kaart te brengen. Die wilde eenden zijn eigenlijk de natuurlijke gastheer van griepvirussen. Die hebben daar absoluut geen last van. Het virus is miljoenen jaren meegeëvolueerd met vogels. De meeste virussen die we in de natuur vinden zijn absoluut onschadelijk. Ik en alle andere mensen op de wereld dragen continu virussen bij waar we eigenlijk geen last van hebben. Luigans aan de overkant. Dat wil niet zeggen dat virussen in totaliteit onschuldig zijn. Want als we bijvoorbeeld zien dat die virussen uit wilde eenden overspringen naar pluimvee, dan kunnen die virussen in pluimvee evolueren tot meer gevaarlijke varianten, waar die kippen en kalkoenen uiteindelijk wel aan dood gaan. We hebben er in ieder geval één. Nou, dan zou het toch niet voor niks bezig geweest. Ziet er goed uit. Witborst noemen we dat. Ja. Een ondersoort. Nou, we monsteren maar, zou ik zeggen. Lopen gelijk naar het huisje. Net als bij mensen vermenigvuldigen die griepvirussen zich in de luchtwegen. Maar in tegenstelling tot mensen vermenigvuldigen die virussen zich ook in het maag-darmkanaal. Dat is de cloaca. Let je hem af. Oké. Vind je niet leuk? Klaar. Dat is gebeurd. Ja. Nu gaat ze los. Kijken of ze netjes wegvliegt. Ja. Ja. Hoppa. Een aantal virussen en virusfamilies, daarvan weten we dat ze voor problemen kunnen zorgen wanneer die virussen overgaan van dier naar mens. Het ebola-virus waar we recent een uitbraak mee hebben gehad is een goed voorbeeld, waar de sterftecijfers als je geïnfecteerd raakt ergens tussen de 50% en 90% liggen. Het voordeel van een virus als ebola is dat het slecht spreidt tussen mensen onderling en daardoor eigenlijk geen wereldwijde uitbraken zullen geven. En er zijn weer andere virussen die dat wel doen. Bijvoorbeeld de griepvirussen, wanneer griepvirussen overspringen naar mensen. En die virussen krijgen de mogelijkheid om van mens tot mens te worden overgedragen. Dan zien we een pandemie, een wereldwijde epidemie. En dat hebben we in 2009 gezien met Mexicaanse griep. Varkensgriepvirus wat in mensen terecht kwam. En wat binnen enkele maanden over de hele wereld verspreid is. De Spaanse griep. Vogelgriep. Ebola. AIDS. Of het Zika-virus. Het zijn angstaanjagende virussen.
De mens is kwetsbaar, maar tegelijk sterk. Individueel leggen we snel het loodje, maar met onze gezamenlijke kennis verzetten we bergen. We beheersen de natuur. We zetten de materie naar onze hand. We bestormen de hemel en veroveren de ruimte. Afgelopen jaar toonde China zich oppermachtig door de eerste satelliet voor kwantumcommunicatie te lanceren. Kwantumcommunicatie is onmogelijk af te luisteren en militaire machthebbers doen een moord voor zo'n systeem. China hoopt met de lancering van deze satelliet de mensheid het kwantumtijdperk binnen te loodsen. De kwantummechanica is voor de meeste mensen onbegrijpelijk. Het komt erop neer dat de kleinste deeltjes in het universum met elkaar in verbinding kunnen staan, los van tijd en ruimte. Aan het hoofd van het grootste kwantumlaboratorium ter wereld staat Jianwei Pan, verantwoordelijk voor de kwantumsatelliet en werkte nu aan de kwantumcomputer. Ik denk dat tot nu toe er geen mensen die echt begrijpen van kwantumfysica. Er is in kwantumfysica een heel... Zoals een van de grondleggers van de kwantummechanica, Niels Bohr, ooit zei: als je over kwantummechanica kunt praten zonder dat het je duizelt, heb je er niets van begrepen. Jianwei Pan onderzoekt de logica van de kwantumwetten met behulp van fotonen, lichtdeeltjes. Als je precies weet hoe je gebruik kunt maken van die kwantumwetten, dan kunnen computers extreem veel sneller worden.所以目前呢，我们世界上的很多科学家，很多我们的同行啊，都在从各种角度来做计算机，做量子计算机。那么有些人呢是用光子来做，就是用photon；有些人是用原子，就是atom来做；然后也有些人呢是用这个superconducting qubit，就是说用就是超导的量子比特来做。所以也许将来呢，可能就是说有各种各样的量子计算机，能够来执行不同的功能，有些是光做成的。 有些是用固体做成的，有些是用原子做成的，所以现在很难说应该长什么样子这个量子计算机。但实际上，如果我们回到就是200年之前，那很多人在就是做这个计算的时候啊，在我们中国是用那个算盘 calculate， 然后就是用这个珠子做成的。那别人就会问呢，那个计算机应该是什么样子的？ 那么他们就想象，到底是用木头做的呢，还是用竹子做的呢，还是用一种我们大理石的石头做的？我们可以来搞那种算盘。所以呢，在我看来呢，到目前啊，我们很难想象就这个量子计算机应该长什么样子的。不过我可以告诉你呢，我曾经做过一个梦，我在梦里面啊，我梦见了有一台量子计算机，那台量子计算机呢，它不是一台我们现在这样想象的机器，它就相当于是一堆啊。 就是能够放着蓝光的一堆物质，它既不是固体，也不是液体，它的形状是在不停的变化的，然后还在就是往外呢，就是发出一点蓝色的光。Het sleutelwoord van de kwantummechanica is verstrengeling. Deeltjes die op grote afstand toch met elkaar verbonden zijn. Door die verstrengeling kunnen kwantumcomputers miljoenen keren sneller worden dan de huidige computers. Als we量子纠缠的粒子啊，就是因为我们在量子世界里面是有很多小颗粒组成的。如果我能够让很多小颗粒都纠缠在一起的话，那么它就会得到一种非常强大的计算能力，我们就可以把这个呢，就是用到了就是量子计算里面去。 就是量子信息呢，还可以给我们带来计算能力的这个巨大的进步。就这个玩意现在看显然是有那个嘛，有散射嘛啊。对，这个是不是？这个脏不脏都无所谓是吧？不脏，就是这个 coating 不好。量子 纠缠的基本概念呢，可以这么来理解：假如说你有两个，就是我们平时在 gambling 在赌博用的时候的这个骰子。 然后如果他们处于纠缠的话呢，不管这两个骰子啊相距是多么遥远，比如一个在中国，一个在荷兰，然后你在扔你手中那个骰子的时候，你扔完之后，你打电话问我，你说建伟啊，
你知道我手中这个骰子是什么结果吗？我一看我手中这个骰子呢，我就能够把你手中的这个骰子的结果给说出来。就是不管他们之间相距多么遥远呢，按照爱因斯坦的说法，就在这个遥远地点之间啊，有一种所谓的诡异的互动。 25个的话，做到30个都是可以的。对啊，我们能够做到25个。而且如果有五千万的话，那个时候像4光子之类的，一秒钟就几百万个4光子计算了。对对对。那也就是说，如果说我们在这个宇宙当中有就是就100万个地球的话，那么所有的地球加起来的这么一个就是说计算能力啊，只有我们个小小的有100个粒子组成的这么系统这么大，所以从这个角度上来讲呢。 De kwantumsatelliet gebruikt ook lichtdeeltjes om versleutelde informatie over de aarde te sturen. De lichtdeeltjes op de verzend- en ontvangstplek zijn met elkaar verstrengeld. Je kunt het signaal niet onderscheppen zonder het te verstoren. Het systeem kan dus niet gehackt worden. Omdat we altijd in de wetenschap, 但是很少，我们是跟国际上是并跑啊。那么慢慢的，我们也希望能够到了并跑，能跟大家就是相当于跟大家一起跑。然后呢，到现在能够希望在某些领域能够进行这个领跑。我们这些mount还是从这 office 买的是吧？没有什么，我们自己国产的有没有？现在有现在跟上的，还不还行啊？拧来拧去就重复回来啊，下去就回不来了。对。那么从某种意义上讲呢？ 在我们这个量子信息的这个领域啊，我们这个卫星的话，确实是在国际上呢起到一个领跑的作用。我宣布，长征2号顶遥32火箭发射量子科学实验卫星任务取得圆满成功。Nieuwe krachtige technologie leidt bijna altijd tot meer macht. Het is te hopen dat de mensheid zich kan beheersen en het geweld achter zich kan laten. Aan de andere kant, geweld is een fundamenteel element van de natuur. Wij doden dieren en planten om te overleven, om onze genen door te geven. Daarom hebben we elkaar altijd bestreden. Om grondstoffen, om voedsel, om land en zelfs om ideeën. Hublin werd geboren in Algerije en vlucht als kind tijdens de onafhankelijkheidsoorlog samen met zijn ouders naar de buitenwijken van Parijs, begin jaren 60. Ook daar was het leven vooral overleven. Hij zocht zijn rust in de natuur. Of beter gezegd, de verdwenen natuur. Fossielen. Hier. This is a plate coming from the south of Massif Central in France, and maybe you can see it, but you have little foot tracks on these plates, and these creatures lives hundreds of million years ago, and they are basically the first vertebrates that started to step on the continents. Still now, I'm very moved looking at these things. Thinking that a living creature left that such a long time ago, and we can still see it, study it, and somehow give life to a being that, died such a long time ago. When I discovered paleontology, when I discovered fossils in this Natural History Museum, I realized that beyond the nature of today, there was another nature. They were ancient natures, and it was like a multiplication of this world. And it was even more fascinating because we did not know everything about these past worlds, and there was a lot to discover. Now I'm mostly interested about human fossils, and not just reconstructing nature and environment, but I'm working on humans who lived a long time before us. And these humans are not exactly like us. They share a lot of features.
they somehow belong to humankind, but they're also different in many aspects. And so they're a little bit like aliens, somehow. So, are we finished with this girl? Yes, we're done. Because I have a middle Pleistocene hominin tooth, and I need to CT scan. Okay. So, I remove the skull. Huh? Alle botfragmenten die worden gevonden, worden gescand en met een 3D-printer gereconstrueerd. Uit deze kies van de Neandertaler kan zo worden afgeleid hoe deze mensensoort in de loop van de tijd is geëvolueerd. Maar wat bijzonder is, Hublin kan nu ook onderzoeken hoe de Neandertalers zich zouden hebben ontwikkeld als wij hen niet hadden uitgeroeid. Primarily because of the development of imagery, we have made huge progresses in assessing shapes and shape differences. One can model the way shapes can change through the individual development, and we can even sort of extrapolate, imagine, predict what would have happened in a given direction that was not followed, but that we can sort of speculate. And we can, for example, in this tooth, we can remove the enamel of the tooth and unveil a structure that is completely invisible. Or we can see what is going on along a evolutionary lineage to basically predict a given form in the future. The other thing is, and this also probably connects with my childhood, I think there is something about saving something from death and oblivion. And the fate of all living creatures is to disappear completely. Meer dan 99,9% van alle soorten die ooit geleefd hebben, bestaat niet meer. Vaak wordt gezegd dat het evolutionaire denken, het idee van survival of the fittest, amoreel is. Het is echter niet het denken daarover dat geen moraal kent. Het is de natuur zelf die amoreel is. Het is hard, maar overleven gaat over lijken. De natuur kent geen ethiek. Ik ben zelf geïnteresseerd in evolutie. En als ik de evolutie van mens zou willen bestuderen, dan kan ik lang wachten. Maar die evolutie van die virussen, die voltrekt zich binnen een periode van weken of maanden. Dus die processen kan ik veel beter bestuderen. Want ik kan deze stukjes erfelijk materiaal in het lab nabouwen. En vervolgens kan ik dan in zo'n gen heel gericht mutaties aanbrengen. Dan stop ik dat weer terug in het virus, maak ik een nieuw virus met die mutaties. Dan kan ik exact uitzoeken wat die mutaties nou gedaan hebben. Dat kan je eigenlijk met geen één ander organisme zo snel. Een plant genetisch modificeren duurt maanden, zo niet jaren. Nou, met de mens hebben we afgesproken dat we dat überhaupt niet doen. Dus als je hier naar kijkt, deze gobletcellen, dat zijn volgens mij andere als waar we net naar keken met H5N1. Ja, dit zijn eigenlijk de virussen waar het allemaal mee begonnen is, dat onderzoek. Wat we eerst hebben gedaan is kijken hoe de hechting van een virus aan de cel kan veranderen. En we weten dat vogelgriepvirussen die hechten niet aan de cellen in onze bovenste luchtwegen. En we hebben toen een screen gedaan van allemaal mutaties die we kennen van voorgaande pandemieën. Om te zien of die ook een vogelgriepvirus dusdanig kunnen veranderen dat ze eigenlijk lijken op een mensengriepvirus met betrekking tot hechting. En door deze techniek zijn we erachter gekomen dat inderdaad één of twee mutaties die we eigenlijk lenen van voorgaande pandemieën, als je die aanbrengt in een H5N1 vogelgriepvirus,
krijg je een hechting aan de cellen in je neus en in je keel die niet te onderscheiden is van een pandemisch griepvirus. Ken uw vijand, luidt een oude wijsheid. Ron Fouché veranderde daarom het vogelgriepvirus genetisch, zodat het via de lucht overdraagbaar werd, om aan te tonen hoe gemakkelijk een virus zich kan aanpassen en zo een groot gevaar kan vormen voor de gehele mensheid. Sinds 1997 ligt eigenlijk de vraag op ieders tong van: kan het zo zijn dat zo'n virulent virus de volgende pandemie gaat veroorzaken, waarbij je mogelijk een pandemie zou krijgen die te vergelijken is met de Spaanse griep? Dus wat we hebben gedaan is experimenten ontwikkeld waarbij we dit in proefdieren kunnen uitzoeken, in fretten. We hebben nu experimenten gedaan waarbij we een H5N1 vogelgriep hebben gemuteerd, hebben we genetisch veranderd op basis van alle kennis die we hebben over de pandemieën van de laatste eeuw. En dat virus laten aanpassen aan de fret door het virus gewoon te laten vermenigvuldigen in die fret. Vervolgens kan je dan kijken of dat virus uit die luchtwegen van die fret kan worden overgedragen door niezen of hoesten of ademhalen naar andere fretten. En zo hebben we in 2011 voor het eerst aangetoond dat het H5N1 vogelgriepvirus daadwerkelijk airborne kan worden. Dus overdraagbaar via luchtwegdruppeltjes en aerosol. Het heeft nog nooit eerder iemand laten zien. Dat betekent natuurlijk aan de ene kant dat we uit moeten kijken met dat H5N1 virus. En dat geeft dus een waarschuwing af aan de Wereldgezondheidsorganisatie en de landen in Azië waar dit soort uitbraken spelen. Maar het geeft ons ook fundamentele kennis over hoe zo'n virus nou airborne wordt. Nederlandse wetenschappers hebben een van de gevaarlijkste virussen, het vogelgriepvirus, zelf vervaardigd. Het gaat om een zeer besmettelijke variant. Vogelgriep is in de natuur. In Wisconsin en de Netherlands, working separately, have created a form of the deadly bird flu virus that can easily spread from person to person. There is growing concern. U.S. government is asking scientists to censor their research on the deadly bird flu virus. They want laboratories. In oktober 2011 kregen wij van de Amerikaanse overheid te horen dat het manuscript niet gepubliceerd mocht worden. De methode en de resultaten mochten niet openbaar gemaakt. En wij mochten daar ook niet over communiceren. De Nederlandse overheid nam dat advies over. Met als gevolg dat er in de lekenpers het idee ontstaat dat wij iets hebben gedaan wat het daglicht niet kan verdragen. Dus in de lekenpers komt dan naar buiten van het lab van Fouché heeft een biologisch wapen gemaakt waarmee straks de hele wereld vernietigd zou kunnen worden. If terrorists got their hands on this information, they could create a virus that could kill millions of people around the world. The bird flu virus, known as H5N1, is fatal in... Nu leek het erop alsof wat ik gedaan had meer van belang was voor biologische wapens, hè, tegen de volksgezondheid dan voor de volksgezondheid waarvan ik dacht dat ik eraan werkte. Op het internet zijn al snel bedreigingen te vinden van die meneer rijdt in zo'n en zo'n auto en die moet je maar van de weg afdrukken. En zijn kinderen gaan daar en daar naar school. Dan zitten de politieagenten voor de deur in mijn kantoor en dan rijden de politieauto's door de straat. De onderzoekslijnen van het bestrijden van virussen en het gebruiken van virussen zijn identiek. Als ik weet hoe zo'n virus zich verspreidt, dan kan ik misschien ook die verspreiding stoppen. Als ik weet hoe ons immuunsysteem op een virus reageert, dan kan ik het immuunsysteem voorbereiden door te vaccineren. En dus het bestrijden van virussen en het gebruiken van virussen ten gunste van volksgezondheid en wetenschap zijn, daar ligt de identieke onderzoekslijnen aan vooraf. Namelijk gewoon in alle detail begrijpen hoe een virus werkt. Onze kracht zit in het verwerven en overdragen van kennis. In het vastleggen, in het voortbouwen op de kennis van anderen. Al in de 7e eeuw zei de Arabische wijsgeer Ali: kennis is macht. Vergeet niet dat kennis een heerser is en rijkdom het gevolg. Met al deze kennis, in al deze boeken, kun je de wereld veroveren. Iedere technologie
kan ten goede en ten kwade gebruikt worden. Wat kwantumsatellieten gaan betekenen voor de machtsverhoudingen op aarde, weet niemand.2016年8月16号凌晨，世界上第一颗量子卫星墨子号从酒泉升空。量子卫星是中科院空间科学先导专项首批科学实验卫星之一，其主要科学目标一是进行星地高速量子密钥分发实验。 Wat de werkelijke mogelijkheden van de kwantumrevolutie zijn, dat weten we niet. Feit is dat China voorligt met de kwantumcommunicatie en dat Zhang Weipan ongestoord verder kan werken aan die voorsprong. 那么尽管我们说量子星是世界上的首颗，但同时在科学院的科学卫星里面，其实我们的第三颗，前面我们已经有一颗就是暗物质卫星，专门是 dark matter 就 detection 的。那么第二颗呢，就是说是实践10号，是关于一些微重力的研究和生命科学方面的一些研究。那么第三颗呢，是我们的量子卫星。 那么量子卫星，我觉得大家为什么比较兴奋的原因，第一，因为它是在这个领域里面是世界上的首颗。我觉得就是第一个，刚才我讲到的是可以就是很大的程度上来就是加强我们这个信息的安全，或者说我们这个就 cyber 就是这个 security， 这第一方面。 那么第二方面，其实这里面发展的技术，我刚才讲了，我可以看到非常远的一个图像。那么这样的话呢，其实对我们来勘探整个地球的这个资源方面啊，我们把它叫做量子成像啊，或者 quantum imaging， 估计呢也会有一些呢比较好的相关的应用。 是一个就是非常宁静的一个就山谷，然后呢，我们在晚上啊，其实都可以抬头看看这个星星。那么就是说，这感觉是非常好的，在一个非常宁静的地方啊，做点这个科学研究啊，我觉得是非常有意思的事情。这对我们来说呢，就是一般大家都认为这个量子力学呢，只是在微观世界，在很小的尺度里面起到比较大的作用的。但非常有意思的是，比如说我们昨天晚上。 通过这样的成功的星地对接之后啊，其实我们可以比较自信的说呢，就是我们的实验应该是能够允许呢，这样一种量子的信号啊，能够在太空的尺度啊，也能够起到很好的作用。从这个角度上来讲呢，是我们是就是获得那种能力啊，能够很好的往前就是推进我们对这个理论本身的这个理解。 现在就是估计出来的这个链路的损耗是大概是多少？大概在40到60个 dB 之间。哦，还是在跟我们的这个总的预期是差不多的，是吧？对。那这个呢？这个是就出来之后，就是说这个是出跟踪，对，是吧？对。这个出跟踪，然后呢，出跟踪它自己本身就有激光出去了。不，出跟踪是被动接受天上的。哦，被动接受对，天上绿光。从量子力学的。 原理上来讲的话，它不阻止我们能够将来真的能够来传送，就是越来越大的课题。比如说，我们现在能够传送光子的状态、原子的状态，那么也许在不久的将来呢，我们其实在前几年已经能够来传输呢两个粒子的状态。We kennen niet de uitdrukking "beam me up, Scotty." Het verplaatsen van voorwerpen zonder dat je de tussenliggende ruimte hoeft te doorkruisen. Teleportatie. Dat is tot nu toe science fiction. 那么从这个角度上讲呢，我觉得在不久的将来，完全应该有可能呢，我们能够来送好多个粒子的一个集体的状态。所以从这个角度上讲呢，我们应该能够来送呢，就是说一个比较复杂客体的它的这个状态。那么从另外一角度，我们希望能够传的距离比较远，就是不仅仅是在这个桌面上传几米啊、几百米啊。 那我说，用我们目前的飞船啊，我们是很难飞出太阳系的，因为等我们还没飞出太阳系呢，我们的速度太慢了，我们人就已经死掉了。但是如果说我们将来真的有一种方法跟这个 quantum teleportation， 就是跟这个量子它已经传输是类似的话，
也许在某一天会成为我们的这么一种在宇宙当中旅行的方式和手段。Quantum computers, teleportatie, zijn net als robotica en kunstmatige intelligentie zeer verstrekkende technologieën. Wat gaat dat betekenen voor de wereld? Hebben we nog controle op die technologie? Of zal de technologie ons overnemen? Net zoals wij de wereld op de Neandertaler veroverd hebben. Mocht dat zo zijn, dan hebben wij, de wijze mens, het over onszelf afgeroepen. There's one thing that is important to realize is that we know only a portion, and maybe only a small portion, of these groups of hominins that existed in the past. So there are time periods and regions for which we have no information at all. So basically we have a pile of cut branches and we try to build a tree, but we don't have all the branches. And what's emerging today is this picture that, in fact, all these branches somehow achieved a certain kind of humankind somehow, but not completely like us. And so they have some of these features, not others. And we are just at the beginning of understanding that and trying to decipher the complexity of this evolution. When we have a fossil of a human who lived 500,000 years ago, so suddenly we save something of this life somehow. We resuscitate a part of his existence. To me, it's not just a piece of bone. It's somehow a person. It's a bit like traveling through time and connecting with a lost world and discovering things that are somehow unknown to others or unknown to us until we are able to unveil something of their past reality. Echt in de geest van de veroveraars uit het verleden kijken is onmogelijk. Begrijpen hoe ze hebben kunnen overleven is fascinerend genoeg. Wij leven dankzij hen. Wij zijn de nakomelingen van alle veroveraars voor ons. De vroege mens, apen, reptielen, vissen, weekdieren. Helemaal terug naar de eerste bacteriën en virussen. En juist die virussen gaan ons helpen nog langer te leven. Eigenlijk is het gewoon een nanomachientje. Het is een vetbolletje met een stukje erfelijk materiaal. En wat eiwitten die maken dat het virus een cel kan infecteren, vermenigvuldigen, eruit komen en de volgende persoon kan infecteren. Nou, die eigenschappen kan je natuurlijk ook gebruiken ten gunste van ons. Als ik dus een stukje erfelijk materiaal in een cel wil brengen, nou, dan kan ik daar dus een virus voor gebruiken. We kunnen nu patiënten met immuunafwijkingen, kunnen we genen in die immuuncellen in het bloed brengen, waardoor genen gerepareerd worden. We kunnen virussen die alleen normale cellen doodmaken, kunnen we zo targeten dat ze met name tumorcellen kapot gaan maken. En dan kunnen we dus virussen gaan gebruiken om kanker te behandelen. Dat zijn allemaal toepassingen in de virologie die nu al worden uitgevoerd. De eerste medicijnen zijn op de markt om gendefecten te repareren en om kanker te genezen. Mijn overtuiging dat over 10, 15 jaar een groot aantal kankers op te lossen is, ofwel door immuuntherapie alleen, ofwel door die viro-immuuntherapie combinatie. Overleven is veroveren. Veroveren door middel van exclusieve kennis heeft lang gewerkt.
Maar wat als iedereen, overal en altijd die kennis beschikbaar heeft? Heeft iedereen dan macht? Dat creëert een wereld met totaal nieuwe krachten. Een onvoorspelbare wereld. 更加长远的角度上来讲呢，我们希望能够通过获得这么一种新地这么一种通信的技术之后啊，能够从未来呢，能够来做一些呢大尺度的这个量子理论的检验。 那不是我的，是不是我的？那张是妈妈的，那张是妈妈的。这张是我的。你那个拿出来给弟弟，对，这张给你。那么再来开拓我们一些未知的领域，从这个角度上讲呢，也是我觉得对大家对每个人来说，40了，掉价。那我想我是很乐观的，也许在某一天，这个 quantum teleportation 也是会成为现实的。出的话就那个就掉价。那我现在出。对呀，你出啊，你答应。姐姐。啊，可以，good。 We moeten voorzichtig zijn. We hebben grootse wetenschappelijke en technologische kennis in handen. Het biedt ons een weg naar een betere wereld. Maar het kan ook ons einde betekenen. Misschien moeten we in gedachten houden wat John F. Kennedy ooit zei over de strijd tussen de Russen en Amerikanen. Laten we allebei een beroep doen op de wonderen van de wetenschap in plaats van haar verschrikkingen. Laten we gezamenlijk de sterren onderzoeken, de woestijnen veroveren, ziektes uitroeien, de oceanen benutten en kunst en handel bevorderen. Dat is echt wijs. Dat is the mind of the universe. Iedereen kan de complete interviews van The Mind of the Universe downloaden via de website. Ontdek unieke fragmenten die je niet zag in deze uitzending. Of creëer je eigen programma. I hope you enjoyed this episode. If so, you can find the next one on this website. If you're interested in other recommended series, please check out our channel. If you want to stay informed about new projects and series, please subscribe to our channel.